Het aangename zomerweer van deze week raken we dit weekend geleidelijk kwijt. Dat komt doordat de luchtvochtigheid stijgt en daardoor wordt het broeierig warm. Die vochtige lucht die zorgt er ook voor dat in het midden en in het zuiden van het land een paar buien kunnen ontstaan. Of zo'n bui jou precies treft, dat is natuurlijk afwachten, maar hou er wel rekening mee als je naar buiten gaat. De temperatuur ligt zaterdag rond 24 graden, maar het voelt dus een stuk warmer aan door die hoge luchtvochtigheid. En dan zondag. De kans dat je dan een bui treft is een stuk kleiner. We zien dan vooral in het noorden en oosten wel een kleine buienkans, maar de meeste plaatsen houden het droog. In het zuidwesten kun je de meeste zon verwachten. We zien een afwisseling van sluierbewolking, stapelwolken en zonnige perioden. De temperatuur die stijgt naar 25 tot 28 graden en daarmee is het zomers warm. Maar het voelt aan alsof het tropisch is en dat komt door die hoge luchtvochtigheid. En dan na het weekend, dan krijgen we een warme maandag met nog hogere temperaturen. Het wordt in het zuidoosten misschien wel tropisch warm en daarbij stijgt de kans op regen en onweersbuien. Ook de dagen daarna is het wisselvallig met regelmatig buien en de temperatuur gaat langzaam wat naar beneden. Ik wens jou een heel fijn weekend.